visie, visie, visie. Hier gesymboliseerd door deze vuurtoren, met het licht waarvan zeelieden vroeger hun koers konden bepalen. Het was Gerrit Komrij die ooit zei, parlementarisch denken bij visie, dat het een automerk is. En inderdaad, hij heeft een punt. Want wanneer hoor je politici nou praten over hun toekomstbeeld, over wat zij als ideaal hebben, waar ze naartoe werken? Nee, politiek gaat voornamelijk over het oplossen van problemen. En dat is jammer. Het is nodig, maar het is jammer. Want het schetst ook een heel negatief beeld over waar de politiek zich mee bezighoudt. Veel leuker is het om te werken en te vertellen over een mooie toekomst. Dat zal burgers meer aanspreken. En als dat gedaan wordt door integere politici die op een consistente manier het verhaal vertellen en ook uitvoeren, dat zal het vertrouwen in de politiek enorm doen toenemen. Nou, een voorbeeld van zo'n visie is het onvoorwaardelijk basisinkomen. Een radicaal idee, maar heel actueel door de coronacrisis en door de toeslagenaffaire. Maar het biedt meer, het basisinkomen. Het biedt meer vrijheid om te kiezen voor werk, voor opleiding, voor samenleven en voor de inrichting van je hele leven. Het basisinkomen is een vergaand idee, complex om in te voeren. En wat je nodig hebt is lef, politieke moed. En wat je vooral nodig hebt, een visie die verder gaat dan de vierjaarstermijn. Goeiedag, wat leuk dat jullie bij me langskomen. Nou, jullie hebben nu iets gehoord over mijn visie, maar wie ben ik nu eigenlijk? Ik ben Emiel, 66 jaar en na een intensieve carrière in de financiële sector ben ik vol energie om me in te zetten voor de samenleving. Ik heb 3 inmiddels zelfstandig wonende kinderen en ik woon hier in Egmond aan de Hoeve samen met mijn vriendin. In 1977 werd ik lid van D66, geïnspireerd door Jan Terlouw, voor mij het toonbeeld van visie en integriteit. Ik ben een aantal jaren lid af geweest, dat was ten tijde van de Paarse kabinetten. Ik had moeite met onze deelname aan Paars en bovendien vond ik dat we wat te veel naar rechts opschoven. Maar in 2009 ben ik opnieuw lid geworden van D66, want D66 is uiteindelijk de enige partij waarin ik me thuis voel, zowel wat betreft ideeën als wat betreft de sfeer. 3 jaar geleden heb ik besloten me intensief in te zetten voor de politiek. Ik ben lid geworden van de themaafdeling Sociaal-Liberalisme en inmiddels ben ik daar voorzitter van. En ook heb ik Deel de Welvaart opgericht. Bij Deel de Welvaart werken we aan een visie op een rechtvaardige verdeling van onze welvaart. Bovendien willen we het sociale karakter van onze partij wat meer smoel geven. Want ik denk dat wij wat meegesleurd zijn in het neoliberale geweld. Wij organiseren debatten en werken mee aan onze standpuntbepalingen en aan het verkiezingsprogramma. En we hebben inmiddels zo'n 40 leden. Nu zullen jullie misschien denken, ja, waarom zouden we een oudere blanke man zoals ik op de kandidatenlijst zetten? Nou, daar is een goede reden voor. 25% van de kiesgerechtigden in Nederland is ouder dan 65 jaar. En dat percentage groeit. Deze groep is ondervertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Wij als D66 hebben 1 Kamerlid in die leeftijdscategorie en dat is Pia Dijkstra. En die gaat er binnenkort mee stoppen. Ik denk dat het mogelijk is om onze aanhang onder ouderen te verbreden. Ik wil daaraan werken. En dat is mijn ambitie. Om door hen serieus te nemen en goed naar hen te luisteren. En ik denk het allerbelangrijkste voor deze generatie is om een mooiere wereld na te laten voor hun kinderen en kleinkinderen. En uiteindelijk is dat toch iets wat we allemaal willen. Ik zou jullie heel graag uitnodigen hier binnen voor een goed gesprek. Maar ja, dat kan nu even niet. Maar ik hoop bij een volgende gelegenheid dat we dat goede gesprek alsnog zullen hebben.